Hallo allemaal, we zijn hier vandaag in deze prachtige studio om de e-learning Aya in de huisartsenpraktijk op te nemen. Een jong volwassene met kanker in de spreekkamer is namelijk zeldzaam. Maar juist deze doelgroep heeft leeftijdsspecifieke zorg nodig. Hoe kan de huisarts, ondanks die speld in de hooiberg, op het juiste moment deskundigheid paraat hebben? Ik heb straks 3 gasten aan tafel, waaronder Jacqueline. Jacqueline gaat een presentatie verzorgen met wat meer achtergrondinformatie over het onderwerp. Ja, dat klopt. Ik vind het belangrijk dat de huisarts weet dat bij jongeren met kanker, de AYA's, dat het leven op zijn kop staat als die diagnose gesteld wordt. En hoe we die zorg met elkaar beter kunnen maken. Ik ga mijn eigen ervaringen als patiënt vertellen. Dus als AYA en wat de rol van de huisarts daarin geweest is. En dus ook wat een huisarts kan betekenen voor andere AYA's. Dat we kunnen afstemmen met de medisch specialist, met de patiënten. Waar heeft de AYA-patiënt nou echt behoefte aan? Wat kan je als huisarts daarin betekenen? Deze geaccrediteerde e-learning is onderdeel van het totale scholingsaanbod van het AYA-zorgnetwerk voor zorgverleners. En is ontwikkeld door en met huisartsen, medisch specialisten en AYA's. Meld je nu aan op MSD Academy.